De VSA heeft $390.000 bijgedragen aan de bestrijding van de COVID-19-pandemie in Suriname. Met deze financiële middelen zal Suriname in staat worden gesteld om te kunnen voorzien in COVID-19-gerelateerd diagnostisch en biosafety equipment aan te schaffen. Zo zullen de zogenoemde PPE's en testmonsters worden geschonken. Deze middelen kunnen worden gebruikt om de lokale capaciteit aan te vullen om het COVID-19-virus te kunnen ontdekken.